Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag 24 weken zwanger en ik dacht ik doe weer even een update. En ik heb daarbij ook een kleine shoptocht, want ik heb net een bestelling van ASOS binnen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn trouwens, doe dat vooral eventjes door hieronder op de abonneerknop te drukken, want dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden. En 24 weken zwanger alweer. Ik voel me alsof ik 30 weken zwanger ben, maar het zijn er maar 24. Dat betekent wel een hele belangrijke mijlpaal, want dat betekent dat het kindje levensvatbaar is. Nou, dat is natuurlijk heel prachtig, maar aan de andere kant weegt het nog maar 550 gram, dus dat is natuurlijk nog mini. Ik ben vorige week bij de verloskundige geweest en alles was goed. En Niels mocht het ding bedienen, zeg maar, om het hartje te luisteren, dat was heel schattig. Hij dacht overigens dat het een trein was. En alles wat goed. En ze zat de stukken van de 20 weken echo even door te lezen van de echoscopist. En zei ze, lange benen. Maar dat was bij Niels ook. Dus, nou goed. Meisje met lange benen dus. Verder gaat het op zich wel goed. Alleen ik heb gewoon heel veel pijn. En dat is jammer. Vooral, was het vorig weekend? Ja, vorig weekend. Ik had vrijdagavond echt wel super veel pijn. Ik had die hele nacht ook pijn. Dat was ook voor het eerst. Want voorheen had ik nooit 's nachts pijn. Dus ik lag was prima. En zaterdag gingen we een nachtje naar Antwerpen toe, zei ik. En toen had ik ook vrij veel pijn. Ik heb dus eigenlijk vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag eigenlijk niet echt geslapen. En toen zondag ging het op zich wel weer beter. Maar toen deed ik mijn oefening. Dat was trouwens op vrijdag begonnen daar ook mee. Ik moet dan een oefening doen op een tennisbal te liggen. Heb ik wel verteld in een van de vorige video's. Maar ik trok die tennisbal eronder vanaf. Dat klinkt heel wild. Ik haal gewoon de tennisbal weer weg. Nou, ik lag huilend op de grond. Sven heeft me opgeraapt. Ik durfde ook niet meer op te staan. Zo'n pijn deed het. En hij heeft me naar bed gebracht. En daar ben ik blijven liggen. Ik ben ook vroeger naar bed gegaan. Was ik ook aan toe. Maar echt zoveel pijn. Gelukkig kon ik maandag meteen om 9 uur bij de fysio terecht. En die heeft het behandeld en die zei eigenlijk staat je heup aan één kant een centimeter hoger dan aan de andere kant. En dat maakt dat je dus nu bij die tennisbal zo'n extreme soort zweepslag krijgt, zeg maar. Ik weet niet of ze letterlijk zweepslag noemen, zo voelt het een beetje. Het voelt eigenlijk alsof er iemand gewoon een dolk in je bil steekt. Dus ze heeft dat behandeld, ze heeft die heup weer wat soepeler gemaakt. Het mag voorlopig niet op die tennisbal liggen, want dat is dus al te belastend. Maar dat betekent dus dat die spier non-stop onder hoogspanning staat. Want met die tennisbal, ik zei al, die tennisbal is echt mijn redding. Want daardoor, dan leg je hem zeg maar, die spier staat gewoon helemaal bol van de spanning. Als je die tennisbal erop legt, dan ontspant hij weer een beetje. Maar nou, dat gebeurt dus nu niet, dus dat betekent gewoon wel dat je meer pijn hebt de hele tijd. Maar die scheuten, die zijn weer wat minder. Dus dat is wel fijn. Maar ja, het is pijnlijk. Ik loop ook best vaak een beetje kreupel. Dat mensen dan zeggen, ja, moet je niet naar huis of zo? Maar ik, ja, op mijn werk heb ik geen last, want dan zit ik gewoon. En ik mag gewoon eigenlijk niet meer bukken en tillen. Nou, dat is natuurlijk niet te doen met een kleintje. Kleintje inmiddels 2. Maar ja, daar ligt natuurlijk de hele dag door overal speelgoed op de grond. Hij ligt op de grond, wil getild worden. Nou, hij weet nu wel dat dat niet kan en dat ik pijn heb. Dus dat, hij doet dat op zich ook hartstikke goed. Maar ja, je kan het niet helemaal voorkomen. Daarbij ben ik ook niet het type dat heel graag om hulp vraagt. Dus dan denk ik, weet je, tegen de tijd dat ik hulp heb, heb ik het al 6 keer zelf gedaan. Dus ik vind het dan irritant. Maar Sven helpt op zich super goed. Ik heb een lijstje gemaakt met zeg maar taken van die ik eigenlijk niet meer kan doen. En die hij dus dan even van mij over moet nemen. Zeg maar alles onder de meter ongeveer. Gelukkig helpt hij daarbij. Dus dat is heel fijn. En mama, ze is nu op vakantie, maar die hielp ook echt super goed. En als bijvoorbeeld Sven er een avond niet is, dan komen mijn ouders helpen met Niels in bed leggen. Zo, dat is echt heel fijn dat ik zoveel hulp heb, want ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Voor de 2 vrijdagen dat mijn ouders op vakantie zijn, heb ik geregeld dat Niels gewoon naar de opvang gaat. Want ik kan niet een hele dag, red ik gewoon niet met hem alleen. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje suf. Dat je gewoon niet voor je eigen kind kan zorgen zonder tussenmiddag huilend van de pijn op de grond te liggen. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Verder zijn we nu echt heel druk met de babykamer. Je ziet het nu niet, maar als je de vlog van deze week ziet, dan zie je een soort ontploft huis. Want de aannemer komt komende week en die gaat hier de hele boel onder handen nemen. Dat wil zeggen, die gaat Niels' kamer splitsen, een nieuwe muur doorbreken, de roze bam.
Dus Niels' kamer moest leeg. Nou, dat staat nu in de woonkamer. Het is een beetje rotzooi als je de andere kant van de camera ziet. Maar ik vind het wel echt heel fijn dat het nu gaat beginnen. Want ik merk toch, zeker omdat ik nu al zo groot ben, dat je toch denkt van, ja, weet je, ik wil gewoon dat het geregeld is. Los van die bilpijn en dus moe, dat ik gewoon niet zo goed slaap, gaat het eigenlijk verder prima. Ik ben wel kortademig of zo, maar daar heb ik dus niet echt last van. Dus nou ja, op zich still going strong, maar wel met een paar kleine jammerlijke dingen. En ik heb eens even wat geshopt. Ik heb nu eigenlijk heel veel basisdingen. Dat is natuurlijk logisch, als je zwanger bent, dan heb je vooral grijs, zwart, wit. Want daar, ja, dat past bij elkaar en dan heb je tenminste nog een beetje keuze. Maar het is wel een beetje suf. Dus ik heb een poging gedaan bij ASOS voor wat dingetjes. Ik ga ook nog twee zomerjasjes of tussenjassen bestellen bij Noppies. Ook voor onze vakantie. Want ik heb nu echt zo'n maat 40 Primark jas die 600 keer te groot is. Behalve voor mijn buik. Mijn buik is hier goed. Maar ik wil gewoon iets charmanters voor de komende maanden. Want ja, weet je, hier in Nederland gaat het natuurlijk ook zomer worden. Ooit, al zou ik het nu niet zeggen, want het is min 10. Zo kocht ik dit shirt. Het staat op J'adore. Het is een, ik heb een M genomen, want ik dacht, hij moet wel natuurlijk lang genoeg zijn om over mijn buik te kunnen. Maar het is wel, geloof ik, een beetje een soort van oversized. Alhoewel, als ik het nu zie, is het wel oversized. Is het wel oversized, maar niet heel lang. Wat lastig om te zien, hè? Dus deze van Boo. In de vlog laat ik wel even de aanbeelden zien. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan is het de vlog die denk ik over anderhalf week online komt. Ja. Dan heb ik hier... Dit is geen zwangerschap die ik net liet zien. Dit is volgens mij wel een zwangerschap. ASOS Ultimate Mini Tea Dress. Aangezien ik natuurlijk in jurkjes woon. Deze zwangerschap dacht ik ook iets met drie kwart mouwtjes. Ik heb geen idee hoe dit zit. Oh, dit is een klein, of dit is korte mouwtjes, een beetje gekke mouwtjes. Verder gewoon een redelijk simpel jurkje. Maar ik dacht, weet je, dat kan je dus gewoon met een colbertje doen naar je werk of met een vest voor thuis en natuurlijk gewoon zonder. Dit is een andere. Dus dit heb ik twee maten gedaan. Soms heb ik twee maten, want dan hangt het vanaf hoe lang die valt. Nee, dit is wel een ander. Dit heet ook de Ultimate Mini Tea Dress. Of ik heb met mijn zware hoofd gewoon twee keer hetzelfde besteld. Dat wil ook nog wel eens voorkomen. Maar hij voelt wel zwaarder. Nee, het is wel dezelfde. En dezelfde maat. Maar deze lijkt langer. Nou goed, we gaan hem beleven. Wordt er allemaal bij. Sven is ook inmiddels gewend dat ik, als ik de boodschap bestel, dat ik ongeveer bij elk gerecht één ingrediënt mis. Ik kan er niks aan doen. Het is het leven van een zwanger. Dit is de ASOS Maternity Knitted Mini Dress with V-neck in de kleur Oatmeal. En ik vind het wel een hele mooie kleur, want ik heb best wel veel bruine laarsjes. En eigenlijk zijn de meeste van mijn zwangerschapsdingen zijn zwart, grijs of donkerblauw. Deze vond ik echt een hele mooie kleur. En ik dacht, het is ook wel, op vakantie zal het ook niet de hele tijd super warm zijn. Sterker nog, waarschijnlijk helemaal niet, maar dan vond ik dit wel een hele fijne jurk met een V-hals. En van alles bestel ik gewoon maat 36 over het algemeen. Dan heb ik hier een wat gewaagdere keuze. Je probeert wat. Dit is namelijk de ASOS Maternity Easy Pack Trouser with Animal Side Panel. Maar als hij leuk is, dan past hij wel heel goed bij mijn fans. Dit is hem. Ik moet nog een beetje wennen aan het concept. Maar dit is dus een soort broek. Het is een broek, maar een beetje van een soort joggingspul. Maar het is wel het idee dat dit gewoon een normale broek is. Volgens mij gewoon onder je buik. En dan aan de zijkant heb je dus een stukje spannende dierenprint. En dit is... Oh, deze heb ik in een... Oh nee, dit is, ik dacht een L, maar dat is geen L. Dit is een maat 10, dus 38. Maat L. Deze heb ik geluid. En dit is ook een shirt van Boohoo, maar ook niet zwangerschap. Dus die heb ik namelijk in een M besteld. En die is gewoon met streepjes, maar die oogt wel heel kort. En dan stomme dus, hè, want dan kijk ik dus die filmpjes en dan hebben ze het vaak
niet in een shirt, maar eruit. Maar goed, weet je, en anders is hij misschien voor na de zwangerschap leuk. Maar ik vond het wel een gezellig shirtje. En als laatste kocht ik, bestelde ik twee horloges. Ik weet niet of ik ze allebei hou, maar een van mijn favoriete horloges van ASOS, daar is de batterij van leeg. Die hebben ze niet meer, maar ik zag wel een andere. Dit is de pink. Daar heb ik nu deze voor. Nou kan je natuurlijk de batterij ook vervangen. Maar ik vond deze wel heel cool. Dat je hem een beetje kan zien. Het is de ASOS Charcoal and Rose Gold Watch. Dus deze, ik heb een zwarte met rosé goud. Maar deze vond ik wel heel gaaf. Want dit is dus nou, charcoal. Dus zeg maar een beetje heel donker grijzig. Super mooi met rosé goud. En ik ben eigenlijk, draag ik vrijwel dagelijks een horloge. En dan met ringen en that's it. Ik doe met Niels eigenlijk bijna nooit meer oorbellen in of een ketting om. Dus zeg maar horloges zijn een beetje mijn accessoires. En dan heb ik nog hetzelfde model. Dat heb ik dus al. Dat vind ik een heel fijn model. Ik heb vrij dunne polsen. Maar ik hou wel van grote horloges. Dus die moet een soort van daartussenin zitten. Ja, deze vind ik ook fantastisch. Het is een iets minder groot wijzerplaatje. Maar deze is dus roze. En die vond ik wel heel leuk. Voor de zomer. Dus dat. Dus dat is even wat ik heb geshopt. Nou, mocht je het dus willen zien in mijn vlog, trek ik het aan. Verder heb ik nog geen zwangerschapsstreep. Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik die bij de vorige zwangerschap heb gekregen. Dat is zeg maar de streep die van je navel naar beneden loopt. Ik heb natuurlijk rectusdiastasis, vandaar dat mijn buik sowieso wat groter is. Maar ik heb dus ook tips gekregen om, want ik zei van ja, bijvoorbeeld als ik op deze bank zit, dan zit ik vaak zo naar achteren. Zie je hoe lekker te weten kijken. Maar als je dan wil opstaan en je moet dan eerst naar je zijkant, dat doe je eigenlijk niet. Dus de zij, dan moet je je dwarse buikspieren, dus dat zijn deze eigenlijk inhouden. Dat doe je eigenlijk een soort van door uit te ademen je adem in te houden. Dus een beetje, dat is niet helemaal, maar als je dat eens doet, dan voel je wel welke spieren het zijn. En dan pak je dus je been vast en dan trek je zo omhoog en dan mag het ook. Nou, dat is toch een tip. Dus zo leert ze me ook steeds dat soort dingetjes, hoe ik dat een beetje beter kan aanpakken. Ja, dat is het denk ik wel qua update. Ik heb gewoon niet zo heel veel beleefd, behalve pijn. Ik laat even mijn buik zien. Nou, die is dus enorm. Zoals je ziet, mijn navel ook een beetje naar buiten geplopt. Ik zal even mijn vest uitdoen, hè. Dat is goed te zien. Oh, ik hang in de papieren. Super statisch. Nou, van de voorkant. Ik heb nu een broek aan van de Hennes. Die zag heel erg af. Dit is mijn buik. Ik heb ook altijd meer op rechts. Ik weet niet wat dat is. En dit is van de zijkant. Tuutje. Tuut. En dit is van de andere kant. Dus ja, dit is mijn buik. En dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het bekijken. En ik zie je heel graag volgende week. Of aanstaande zondag bij een nieuwe vlog. Nou, binnenkort over de 25e of 26e week van de zwangerschap. Dus kijk dan vooral. Laat ook vooral weten hoe jij je voelt. Tijdens de zwangerschap heb je ook zo'n enorme buik. Heb je ook kwaaltjes of ga je er als een zonnetje doorheen zoals ik bij mijn eerste ging. Let me know. Ik ben heel benieuwd. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot snel. Doeg!